RTV Krimpen en Waard is vertegenwoordigd op de Winterfair en het is nu vrijdagavond en we dachten van we gaan eens even een rondje lopen, ondanks het slechte weer. Liepen we hier op de dijk in Ouderkerk en daar zagen we ineens een whiskyzaak en ik denk van hey, daar wil ik naar binnen. En dat hebben we ook gedaan, dus we zijn binnen. En wie zijn jullie? Jeanette Dammerink. En Ernst Dammerink. En dan denk ik, een whiskyzaak in Ouderkerk. Hoe is dat in godsnaam mogelijk? En dan ook zoveel soorten whisky. Ja, we hebben een enorm assortiment. Ruim 400 soorten whiskies hebben we hier staan. En het is eigenlijk begonnen met een uit de hand gelopen hobby. We bouwden zelf webshops voor onze klanten. En ik bestelde vaak ook online whisky. En ik dacht, dat kan beter. En toen ben ik zelf wat gaan proberen. En dat liep een beetje uit de hand. En toen zei je net, nu gaan we stoppen of je gaat er wat mee doen. En toen ben ik er wat mee gaan doen. Met zelf proberen, dan bedoel je drinken of het kopen? Nou, dat deed ik al. Met mate natuurlijk. Nee, maar ik liep tegen een heleboel onvolkomenheden aan als ik een bestelling deed op het internet. En ik dacht, dat kan ik gewoon beter bouwen. En, ja. Dus ik ben zelf een shop gaan bouwen. En goed, we hebben nu een online shop. We draaien 5 shops, getarget op Duitsland, UK, België, Nederland en nog een Engelstalige shop wereldwijd. En onze klanten komen ook uit heel de wereld. Dus dat is wel het is een succes. Maar dan heb je zo'n idee in je hoofd en dan ga je met dan ga je daarmee bouwen. En dan kom je ook tot de conclusie van hoe ga ik nu verder? Want whisky, ik kijk hier in de zaak rond, er zijn zoveel soorten whiskies. En hoe ga je daar dan in door? Want ik kom vaak niet verder als een Johnny Walker Red Label. Maar hier zie ik flessen staan, die zijn veel duurder en heel gesorteerd. Vertel eens, gaan jullie zelf naar Schotland en naar Ierland? Nou, we gaan wel graag naar Schotland. Tot nu toe is dat nog beperkt tot 1 keer per jaar. Wat we doen is, je begint met een assortiment. En studenten hebben voor ons producten ingevoerd, informatie erbij gezocht. Tasting notes vertaald uit het Engels van de distilleerderijen. Want je wil ook graag dat mensen kunnen proeven en weten wat ze proeven. Dus ja, zo bouw je dat uit van 500 soorten. En dan denk je, er zijn leveranciers, ze hebben nog meer soorten. En dan ga je met de importeurs praten en zeg nou. En zo breid je dat uit naar 5000 soorten. Nadat we whisky gehad hebben, zeg er is ook nog cognac en er is rum. En zo kun je dat in 5 jaar tijd wel langzaam opbouwen. En heb je, we hebben het niet allemaal op voorraad, maar online heb je dan een heel groot assortiment. Ja. Nou ben ik ook een paar keer in Schotland geweest en het lijkt wel of ieder dorp daar een whiskystokerij heeft. Daar zitten natuurlijk ook verschillen in voor de kenner. Er zijn ook verschillen met Ierse whisky, want ik neem aan dat jullie die ook verkopen. Kun je daar iets meer over vertellen? Nou, de Ierse whisky is over het algemeen wat zachter van smaak. Hij wordt 3 keer gedistilleerd en een Schotse whisky wordt 2 keer gedistilleerd. Dus daar zit ook het grote verschil in, in de zachtheid. En in Schotland zelf heb je natuurlijk nog enorme verschillen qua streek. Hè. Op het eiland Islay, daar wordt de mout waarmee dus de whisky gemaakt wordt met turfvuur gedroogd. En het is net alsof je bij een houtvuurtje zit, dat je kleren daarna gaan ruiken. Nou, dat gebeurt dus ook, dat gaat dus ook in het graan zitten. Dus vandaar dat daar een heleboel rokerige whiskies van komen. En zo heeft elke streek heeft wel eigenlijk zijn specifieke kenmerken qua smaak. De een is fruitig, de ander is weer wat lichter. En ook afhankelijk van op wat voor vat het wordt gerijpt. Op een sherryvat, op een bourbonvat, op een ex-wijnvat, portvat. Het kan allemaal. Ja. Zit er dan ook nog verschil tussen jong en oude whisky? Absoluut, ja. Absoluut. De ouderen zijn, die zijn wat duurder. En des te langer een whisky op een vat ligt, des te meer gaat het hout, gaat de houtsmaker doorwerken. Ja, dus, maar dat wil niks zeggen over de jonge whiskies. Bijvoorbeeld een geturfde whisky, een gerookte whisky. Die is toch wat lekkerder als hij wat jonger is. Dat noemen ze een beetje een bijtertje. De rooksmaak komt daar veel beter uit, zeg maar. Als een geturfde whisky wat langer ligt. Want dan gaat de rooksmaak wat achteruit. En de houtsmaak neemt het wat meer over. Mm-hmm.
En als je het over smaken hebt, zijn er dan ook heel afwijkende smaken in whisky? Of hebben ze toch allemaal diezelfde achtergrond van maken een klein beetje? Het wordt allemaal bijna allemaal op dezelfde manier geproduceerd. Het enige grote verschil is inderdaad op welke manier wordt het graan gedroogd, het gemouten gerst gedroogd. Dus daar zit een smaak, daar komt een smaakverschil in. Maar het grootste smaakkenmerk komt toch van de houten vaten af. En de kwaliteit van de vaten. En dat is heel erg belangrijk. Je kan 3 op het oog identieke vaten hebben waar bourbon in heeft gezeten. Dat komt uit Amerika en dat gebruiken de Schotten. Die gebruiken dat weer nog een keer. Daar gaat dezelfde spirit in en dan komen er 3 verschillende whiskies komen eruit. En dat is toch heel bijzonder. En het gaat juist om juist die goede vaten eruit te pikken. Ja, en, dat is de kunst van de distillery masters. Hè? Dat is natuurlijk de man in de distilleerderij. Ja. Die bekijkt in 1 keer in de zoveel tijd ja, alle vaten. En dan worden vaten voor de blend gebruikt. Dus voor de mix van whisky. Maar de vaten die al heel goed proeven. Die worden soms weggelegd. Zodat het 25 jaar oude whisky kan worden. En daar doen ze dan iets bijzonders mee. Ja, en wat die whisky, dat is dus ook wat de whisky duur maakt. Dat als het 25 jaar daar moet liggen. Verdampt er ook altijd nog een gedeelte toch door het hout heen van de alcohol. Dus je houdt altijd veel minder over als dat het eerste was. Ja, en dan maken de Schotten er ook nog eens altijd prachtige verpakkingen omheen. Je vertelde net, je bent er zelf geweest. Het is een heel ruig land. Eigenlijk hebben ze er alleen maar bergen en natuur en distilleerderijen. En toch lukt het ze dan, en dat vind ik altijd heel knap, dat ze zo'n mooi product neerzetten. En niet alleen mooi qua smaak, maar ook qua flessen, qua verpakkingen. Dat is echt, vind ik, 2 tegengestelde bijna. Ja, ja. Ja, het is, als je de verpakkingen ziet en de flessen whisky, dat is bijna, soms is het bijna een kunstwerk. Ze hebben het tot een kunst verheven, inderdaad. Ja, ja, ja. Precies. Nou zijn het niet alleen de Schotten natuurlijk die dat doen. Hè? Want de meeste distilleerderijen zijn opgekocht, hè, door de grote jongens. Diageo, Pernod Ricard. En ja goed, daar zit natuurlijk een hele marketingmachine achter. Ja. Dus het is wel een mix van. De Schotten maken een enorm product. En zij zijn enorme... wel begonnen ooit. Ja, ja, absoluut. Hebben ja. dat prachtig ja. gedaan. Ja, wat dat betreft heeft de Nederlandse, het Nederlands gedistilleerd heeft dat een beetje laten liggen. Want we hebben ook natuurlijk ook zelf heel erg mooi gedistilleerd. Hè? Op hout gelagen de jenevers. Alleen die hebben het nooit zo ver gebracht als de Schotten dat hebben gedaan. Zo wereldwijd vermarkt. Ja. Volgens mij alleen Nolet met wodka. Ja, tot Amerika ja, gebracht. Ja, 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 de Kettle One. Ja, precies. Ja, klopt, ja. Ja. Ernst, jij noemde net bourbon. Ja. En wij Nederlanders die geen verstand van whisky hebben, die noemen whisky uit de States, noemen ze bourbon. Maar dat is niet zo, hè? Hoofdzakelijk wel, ja, ja, ja. Bourbon is, heeft wat andere regeltjes als whisky. Bourbon moet gelagerd worden op nieuw eikenvaten. En whisky heeft dat niet, dus alle vaten die over zijn uit de bourbonindustrie, die gaan weer naar Schotland toe en die worden daar hergebruikt. Ja. En bourbon moet in principe voor 51% uit mais bestaan. En dan mag het bourbon heten. Okay. En dat is een andere grondstof, dus bourbon is wat... Ja, heeft wat meer jong hout in zich, dus wat kruidiger, veel vanille en wat zoeter. Omdat het natuurlijk uit van oorsprong uit mais komt. Ja, ja. Ja. Maar een Jack Daniels is toch geen bourbon? Is een... Tennessee whisky, ja. Noemen ze het zelf. Ja, mag je geen bourbon tegen zeggen. Ja. Ja, maar dat is de legende die ze er zelf ook omheen gecreëerd hebben. Van ja, Mr. Jack himself. Ja, 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 ja. Ja, die hebben ook een apart proces. Het heet de County Lincoln proces, heet dat. En dan wordt het... De new made spirit, hè, dus wat het vat in gaat, wordt eerst gefilterd door een 3 meter hoge kolom van houtskool. Om het zo puur mogelijk te krijgen. En dat is een bepaald proces en dat gebruikt Jack Daniels en nog één uit die streek. Dus weet je wie het ook gebruikt in Nederland? Maar dan voor de jenever? Hoppen. Hoppen. Hoppen, oké. Okay. Ja, die gebruiken ook houtskool. Ja, 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 zij proberen ook smaak aan hun jenevers mee te geven. Ja. Je ziet ook steeds vaker dat een jenever op een eileefvat gelegen heeft. Ja. Ja. Maar houtskool maakt het heel zacht natuurlijk. Vandaar ook dat in aquariums bijvoorbeeld gebruikt wordt de houtskool. Dus juist om het water zacht te maken. Ja. Als je nou naar die whiskies kijkt. En ja, ik kan er uren naar kijken als ik hier zo zit. Ja. Maar
Je ziet hele rijtjes staan van whiskies en je ziet 23, 21, 17, 18, 22. Dat heeft de leeftijd, denk ik. Dat heeft met de leeftijd te maken. Als jullie nou die whiskies inkopen, koop je die gelijk in Schotland in of loopt dat allemaal via importeurs in Nederland? Dat gaat allemaal via importeurs in Nederland. En de tijd dat je dat rechtstreeks uit Schotland kon halen, die is voorbij. Wat ik al zei, de grote partij zit er achter, de Pernod Ricards, de Diageo's. De wat kleinere distillerijen hebben dan hun eigen vertegenwoordigers in elk land zitten. En daar nemen wij het in principe vanaf. Ja. Ja, we doen wel bijvoorbeeld, we doen één keer per jaar een festivalbotteling samen met Spirit of Amsterdam. En dan zoeken we wel een vat whisky uit wat rechtstreeks uit Schotland komt. Maar daar ook zit ook een tussenpersoon in van de importeurs. Eigenlijk is die markt aardig dicht. De Schotten verdelen ook de markt. De vraag uit Azië wordt steeds groter. Dus ze zeggen dan, nou, Europa krijgt zoveel, Azië krijgt zoveel. Zo gaat overal, wordt eigenlijk de whisky verdeeld. Maar zo één keer per jaar een vat uitzoeken is wel mooi. Ja, ja. Ja. Ja, dat lijkt me ook. En daar kan eigenlijk best een verrassing in zitten. Want je kunt je ook vergissen, ja, toch? Precies. Dat klopt. Dan is het heel belangrijk om de verschillende vaten te proeven. Ja, en dan de mooiste eruit te zoeken. Ja. Nou heb ik ook wel eens gehoord dat er ook best liefhebbers zijn die heel veel soorten whisky hebben. En die zelfs beleggen in whisky. Is dat ook nog steeds mogelijk dat je een fonds doet van ik koop een fles voor, ik noem maar de Zijstraat, €40 en die is over 3 jaar €120 waard? Ja, dat klopt. Dat is booming op het ogenblik. Hè. Er zijn ook een heleboel veilingsites uit de grond gestampt. Katawiki en nog een aantal van die veilingsites waar je in principe je flessen kan veilen. En dat is een beetje een hype. En hoe ver dat gaat, wanneer die bubbel gaat knappen, dat weet ik niet. Maar er zijn flessen die je verdubbelen in een jaar per waarde, qua waarde. Dus ja, dat is even. Dat zijn al vaak wel de limited editions. Ja. Iedere distillerij brengt een aantal keren per jaar een speciale fles uit. En dan is het de kunst om daar aan te komen. En als je die dan bewaart een aantal jaren, dan komen er 600 of 2000 wereldwijd uit. En als je die dan bewaart, dan zie je wel dat je die met een jaar of 3, 4... kan je die inderdaad makkelijk in prijs verdubbelen. Ja. En er zijn ook gesloten distillerijen natuurlijk, dus die niet meer produceren, maar waar wel nog vaten van aanwezig zijn. En ja, die worden af en toe ook gebotteld en die gaan ook voor dikke prijzen. Ja, Mondjesmaat, Port Ellen. Ja, dat komt dan allemaal zo langzamerhand toch weer op de markt. Doen jullie daar zelf ook nog aan mee? Kijken of je kunt beleggen en toch daar ook... Ja, in de kluis liggen. Ja. Moet bijna in de kluis liggen dan, ja, hè? Ja, precies. Ja. Dat is dan zeg maar voor het pensioen. Ja. Okay. Nou goed, het mooie van whisky is het bederft niet. Hè? Want het doet, eenmaal in de fles doet het niks meer. Hè? Het is, in tegenstelling tot wijn, hè? Dat werkt door in de fles. Maar whisky is na 60 jaar nog even goed als dat het de fles in ging. Dus. Het is wel zonde van die hele mooie soorten dat het niet gedronken meer wordt. Maar dat het dan echt alleen maar staat voor het mooi en voor de verzameling. Ja. Nou zijn wij hier op de Winterfair en het loopt tegen de kerstdagen, tegen de feestdagen aan. Betekent dat voor jullie ook extra drukte? Ja, heel druk. Ja, ja, we hebben via de mailbox, zie je het dan wel eens, dan stromen de orders binnen. En ik probeer de medewerkers dan per dag allemaal in te pakken, want iedereen wil zijn pakketje graag zo snel mogelijk. We doen ook veel naar het buitenland. Nou, daar willen ze het helemaal graag voor Kerstmis hebben. Dus deze week lukt dat nog heel goed, maar volgende week wordt dat al heel spannend. Hè, of je dat nog allemaal op tijd wegkrijgt. Want degene die het bij ons brengt, hebben het druk. De vervoerders die het opkomen halen, hebben het druk. En dan moet de post moet het ook allemaal nog weer rondbrengen, de pakketbezorgers. Ja, en dat zijn vaak flinke 12 tot 18 dozen kunnen we tegelijk verzenden. Mm-hmm. Ja, dus dat... Nou is het een breekbaar goedje. Ja. Dus je moet het ook heel goed verpakken volgens mij, want er wordt best mee gegooid volgens mij ook onderweg. Ja. Er gaat van loopbanden bij de vervoersmaatschappijen en ze zeggen eigenlijk moet hem van een meter hoog moet zo'n doos kunnen vallen en dan mag er niks. Gebeuren. Dus wij hebben speciaal gecertificeerde verzenddozen met speciaal binnenwerk en doen we nog bubbeltjesfolie. We hebben zelfs verpakkingen van een soort schuim, wat je dan ter plekke twee componenten bij elkaar en die vormt zich helemaal om de fles heen, zodat we hele dure flessen ook goed kunnen verzenden. Ja. Raakt er wel eens wat zoek? Ja, helaas wel. Ja, dat dan toch. En we hebben track and trace tegenwoordig en we verzenden het ook verzekerd. Maar dan nog, op een gegeven moment heeft de vervoerder toch zoiets van, ik kan het pakketje echt nergens vinden meer. Ja, dan is het verzekerd en dan sturen we altijd gewoon een nieuwe fles toe naar de klant.
Hebben jullie ook nog nieuwe ideeën? Want ik denk dat zo'n whisky is eigenlijk ook oneindig als ik jullie zo hoor. De soorten raken nooit op. Nee. Maar je zou uit je jasje kunnen groeien op een gegeven moment. Ja. Ben je daar ook al mee bezig? Of? Ja. Nou, een mooi nieuw pand zou natuurlijk leuk zijn ook. Ja, we groeien uit ons jasje, zoals je kunt zien. We moeten straks groter, maar... alles komt op tijd onderaan, zeggen we altijd. Hey, nu is de whisky, dat wordt natuurlijk steeds schaarder. En ze zeggen ook wel eens, bijvoorbeeld cognac en een rum wordt een nieuwe whisky. De cognac zijn nu nog betaalbaarder en de rums. Maar ook daar zijn leeftijden in. Dus waar op een gegeven moment de whisky misschien de hele mooie of de dure whiskies onbereikbaar zijn, dan zal je ze vanzelf zien dat er een grote groep van liefhebbers dan overstapt. Dat je rum kan verzamelen of dat je mooie oude cognacs, want in feite zit dat allemaal wel... Heel dicht bij elkaar. Helemaal dicht bij elkaar, Tot slot een conclusie. Een fles whisky van €20, die zou ik dan kopen. Maar een liefhebber die koopt net zo makkelijk een fles van €200 als ik een van €20 waarschijnlijk. Dat ligt helemaal aan de portemonnee die je hebt natuurlijk. Voor €20 heb je ook al een hele mooie single malt. Mensen drinken vaak wel eens, die verwennen zich wel eens. Zeker ondernemers zien we in deze tijd. Die zeggen van, ik heb dit jaar hard gewerkt. Ik doe mezelf eens een keer een mooie fles cadeau. Ja, en dan kom je in principe op dit rek uit. En hier liggen de prijzen wat hoger. Single cask bottelingen. En heel erg mooi. Heel erg mooi whisky. Ja. En, en je proeft het. Als het naast elkaar ligt, dan proef je het. Maar als je gewoon geniet aan het eind van de dag van een glas van €20, is het ook heerlijk. Ja, en dan die mooie flessen bewaren voor 's avonds een keer bij de open haard. Of als je een leuk gezelschap bent. Heerlijk. En ieder beleeft whisky op zijn eigen manier. En sommige mensen die doen er wat water bij. En sommige mensen doen er wat ijs bij. Je moet het drinken zoals je het lekker vindt. En, ieder op zijn eigen manier. Ja. En met je eigen portemonnee ook. Ja. Oké, mag ik jullie heel hartelijk danken voor het interview. En je ook nog heel veel succes wensen in de nabije toekomst. Jullie ook bedankt. Dankjewel. Dankjewel.